Ja. Hallo, vandaag gaan we weer een nieuwe opdracht doen. We maken een klein bos met een familie vosje. Dat kun je maken van wc-rolletjes. Ik heb hier 3 wc-rolletjes. De grootste die laat ik in zijn geheel en ik duw met mijn vinger. Duw ik hem in. Doe ik ook aan de andere kant. Duw ik hem in. Zo ontstaan vanzelf 2 oren. Als ik nou een ander wc-rolletje pak, dan haal ik eerst een stukje af. Dan wordt het een beetje een kleinere vorm. Let op, ik doe mijn vinger er weer in. Doe mijn vinger er weer in. En je hebt weer 2 oren. De derde maak ik nog iets kleiner. Mijn vinger er weer in. Mijn vinger er weer in. En ik heb weer 2 oren. Je hebt een wit papiertje nodig. Daar teken ik op het voorste gedeelte van zijn buik, dat is wit. Dat kun je tekenen, ik zal hem 1 keer voordoen, want je hebt hem namelijk 3 keer nodig. Je hebt 2 ogen nodig, je weet het, een halve maan en een halve maan ondersteboven. Dus een halve maan, een halve maan. En een neusje. Die knip je allemaal uit. Ik wil ook 3 staartjes. En die staartjes die mogen verschillend van vorm zijn. Dit heb ik allemaal nodig. Deze heb ik met verf gemaakt. Je kunt het natuurlijk ook met wasco doen. Of je kunt het met kleurtjes doen. Je kleurt de staart. En het wc-rolletje kleur je in. Knipt alles uit. En je plakt alles op. Dan heb je 3 vosjes. Heb je nog een doos gevonden, dan doe je die helemaal uit elkaar. En je ziet, je kunt van die doos kun je een soort kistje maken. En in dat kistje kun je een landschap schilderen. Ik heb maar een heel simpel landschap gemaakt met gras. En met de achterkant de lucht. Maar je kunt er natuurlijk ook mooie bloemetjes in maken. Of bergen op de achtergrond. Mag je natuurlijk helemaal zelf weten. Succes!